Mogelijk hebt u dit in een van de dag- of weekbladen gelezen, maar Team Kolen uit Oosterwijk heeft grootse plannen om Team Kolen naar een hoger niveau te tillen. Aan Vincent Kolen vroegen wij wat de plannen inhouden. Vincent, vertel eens iets over het ontstaan van de sportschool Kolen. Team Kolen is begonnen in 2000 officieel. En vanaf 2004 zijn we eigenlijk met judo begonnen. En toen zijn we explosief gestegen naar wat we nu zijn. Ik ben ooit begonnen in een gymzaal in de Pannenschuur van de gemeente. En 3 jaar geleden zijn wij hier naar de sportarena gekomen. En hier hebben we nu een eigen dojo die we gewoon kunnen gebruiken wanneer we willen. Waardoor we meer kunnen trainen en ook meer sporten kunnen aanbieden. Nou, je hebt een stichting opgezet eigenlijk. Wat is eigenlijk het doel van deze stichting? Nou, we hebben door de jaren heen zijn we steeds meer met judoka's naar wedstrijden gegaan. We hebben een wedstrijdselectie opgezet waarin judoka's zitten die extra trainen voor wedstrijden. En nu door die stichting op te zetten hebben we creëren we een platform waardoor judoka's beter kunnen doorgroeien. Waardoor we gelden kunnen genereren door fondsen te werven en sponsors te werven. Waardoor judoka's meer kunnen trainen en uiteindelijk ook aan zwaardere en internationale toernooien mee kunnen gaan doen. En wat zijn dan de plannen voor de toekomst? Ja, de plannen voor de toekomst zijn in ieder geval om die stichting uit te bouwen, zodat steeds meer judoka's onder die stichting kunnen gaan vallen en namens de stichting wedstrijden kunnen gaan draaien. En daarnaast is een plan voor de toekomst om toch het judo vooral in dat opzicht te blijven uitbreiden, want we zijn vanuit niks begonnen en nu hebben we ongeveer 350 judoka's. En om die groep nog wat groter te krijgen en ook buiten Oosterwijk, want we zitten nu in Biezenmortel en in Udenhout zitten we ook, om buiten Oosterwijk toch ook nog meer het judo te laten leven. Ik heb begrepen dat je ook nog bezig bent in Brabant zelf met iets, of met de Brabant Cup. Vertel daar eens iets over. Nou, dat is eigenlijk ook om het wedstrijdjudo wat gemakkelijker aan te bieden. Heb ik een judo cup Brabant opgericht en dat is met clubs uit de buurt. En daar kunnen judoka's meedoen aan wedstrijden. En dat is op een instapniveau, dus laagdrempelig, met 6 wedstrijden per seizoen. En dan kunnen de judoka's voor €30 per jaar kunnen ze eigenlijk een competitie meedoen. Waarbij ze punten kunnen verdienen en uiteindelijk dan een beker krijgen voor deelname. En hoe meer punten ze verdienen, hoe mooier en hoe groter de beker is. Nou, dat is relatief toch heel erg goedkoop. Maar ik hoorde net dat je zei van 350 leden dat je telt. Daar kun je natuurlijk niet helemaal alleen af. Nee, dat klopt. We hebben nog meer leden. We hebben ongeveer 500 leden, maar ongeveer 350 judoka's. En daarnaast hebben we natuurlijk nog boksen, jiu-jitsu, krav maga, Braziliaans jiu-jitsu. Dat kan ik allemaal niet alleen. Dus er zijn gewoon trainers hier actief. En naast de trainers hebben we coaches actief die meegaan naar wedstrijden. Maar we hebben ook mensen die meer in de facilitaire dienst van alles doen. En in de stichting. Dus in totaal zijn we wel met misschien wel 25 mensen die actief zijn achter de schermen. €30 zei je net. Is daar het lidmaatschap van Team Kolen bij inbegrepen? Nee, dat is alleen voor de wedstrijden. Maar normaal is het zo dat judo-wedstrijden voor elk toernooi moet je apart betalen. Dan betaal je bijvoorbeeld €5 of €8 of €10 om mee te mogen doen aan het toernooi. En nu, dat is natuurlijk best wel veel. En dan moet je er ook nog naartoe rijden. En nu hebben we alleen maar clubs in de buurt. Dus Moergestel, Liemt. En daar zullen er waarschijnlijk komende jaren nog meer bij aansluiten. En dan kunnen ze voor €30 een heel seizoen meedoen. En dan krijgen ze 6 wedstrijden met een diploma na elke ontmoeting. En dan naderhand een beker. Er zijn veel jeugdleden bij Team Kolen. Dus door deze ontwikkelingen is ook het verre reizen van de ouders eigenlijk wordt dan beperkt. Ja, zeker op instapniveau. Nou, en hoe beter de kinderen zijn, dan moet je het vaak ook verder weg gaan zoeken. Want er zijn niet heel veel judoka's in de buurt. Ja, als je een toernooi wil organiseren voor 500 man, dan kun je niet op topniveau kun je dat niet hier in de buurt doen. Dus dan moet je echt toch wel wat verder weg. Maar dat zijn alleen de toppers. En alle judoka's die eigenlijk beginnen als wedstrijdjudoka, die kunnen hier in de buurt blijven. En die kunnen lekker in de buurt gemakkelijk en laagdrempelig kunnen ze aan wedstrijden doen. Zijn er binnen Team Kolen ook talenten?
Ja, die zijn er zeker. Hierachter is een deel van de wedstrijdselectie bezig. Nou, de wedstrijdselectie telt ongeveer 35 kinderen. Daar zitten echt een aantal talenten bij. Deze kinderen zijn eigenlijk allemaal min of meer getalenteerd. En het is niet zo dat ze allemaal bijzonder veel talent moeten hebben om in de wedstrijdselectie te mogen. Die is vooral ook gericht op de breedte. Maar er zitten ook judoka's in die echt op internationale toernooien goed meedraaien. Zuid-Nederlands kampioen zijn, aan Nederlandse kampioenschappen meedoen. En waar we in de toekomst mogelijk, als ze zich goed kunnen blijven doorontwikkelen, en dat is ook de reden van die stichting, dat we in de toekomst nog veel van kunnen horen. Die talenten, worden die automatisch doorgeselecteerd door jullie zelf of doen dat weer andere mensen? Bijvoorbeeld naar de Nederlandse clubkampioenschappen of zo? Nou, als ze op districtskampioenschappen, als ze zich daar kwalificeren door op het podium te komen, eerste, tweede of derde, dan mogen ze vanaf 15 jaar mogen ze naar de Nederlandse kampioenschappen. En in de groep hierachter zitten een aantal kinderen bij, die hebben dan nog niet naar de Nederlandse kampioenschappen meegedaan, want die zitten allemaal nog onder 15 jaar. Maar die bijvoorbeeld wel eerste, tweede of derde op de Zuid-Nederlandse kampioenschappen geweest zijn. Dus het is van eigenlijk heel Brabant en Zeeland zijn zij dan de beste in hun leeftijd en hun gewichtsklasse. Heb je nog iets speciaals te zeggen tegen de jeugd of tegen de mensen die willen gaan judoën hier in Oosterwijk? Ja, dat judo is een hele goede sport. Enerzijds om motorisch te ontwikkelen en anderzijds ook mentaal te ontwikkelen. Om weerbaarder te worden en om te leren voor jezelf op te komen, maar ook rekening te houden met anderen. En het is veel meer dan vechten of stoeien alleen. En het heeft voor ons heeft het ook een veel breder ontwikkelingsperspectief dan alleen maar het aanleren van een worp of een houtgreep. En dat is voor mij ook wel een doel om daarmee door te gaan. Om kinderen in de ontwikkeling echt iets te leren. Waar ze in de rest van hun leven ook iets mee kunnen doen. Ja, Vincent, Lovo wens je heel veel succes met de stichting en ook met de ontwikkelingen in de Brabant Club. Ook uiteraard met Team Kolen. En hopelijk in de toekomst horen we veel van je.